Voor het PSV-moment van Stef Nijland moeten we terug naar het seizoen 2008-2009. Zijn enige goal in 14 wedstrijden in het shirt van PSV. Dat is te weinig om echt door te breken. Toen de 21-jarige aanvaller gedurende het huidige seizoen merkte dat er weinig te halen viel in Eindhoven, liet hij zich verhuren aan de buren uit Tilburg. Willem II. Hey Stef, leuk dat je even tijd voor ons hebt, uiteraard, voor een interviewtje. We dachten van, neem even plaats hier op de bank, kunnen we even een leuk interviewtje doen. Kunnen we niet beter op het veld gaan staan? Waarom? Nou ja, zitten heb ik wel genoeg gedaan, dacht ik. Dus ik denk, misschien is het beter op het veld. Dus de bank is voor jou eigenlijk op dit moment even uit den boze? Gelukkig wel, ja. En bij Willem II speelt hij wel, vanaf het begin. Al 11 wedstrijden lang. En in de eerste thuiswedstrijd tegen RKC liet hij meteen zien wat hij kan. En met 4 doelpunten tot nu toe voor Willem II is Nijland tevreden met de keuze die hij heeft gemaakt. Nou, ik heb een aantal weken voor de winterstop heb ik aangegeven bij de trainers dat ik verhuurd wilde worden. Dat ik aan spelen toe wilde komen. En zij wilden daarin meewerken omdat ze ook vonden dat dat het beste was voor mijn ontwikkeling. En toen gekeken wat de beste keuze was en uiteindelijk gekozen voor Willem II. Je bent hier aan het spelen. Je kijkt natuurlijk nog naar PSV. We zijn een paar maanden verder. Heb je je nog wel eens achter je oren gekrapt? Ja, dat wordt wel eens vaker gezegd. Van op het moment dat je nu bij PSV hebt gespeeld, dan had je in ieder geval meer kans op spelen gehad of bij de selectie te zitten. Dat is waarschijnlijk wel waar, maar daar heb ik achteraf niet zoveel aan. En, ik had van tevoren niet kunnen weten dat Jonathan weg zou gaan, dat Danko nog verkocht zou worden. En dan weet je nog niet hoe het zou lopen op het moment dat je bij PSV zou zitten. Dus ik heb absoluut geen spijt van mijn keuze om hierheen te gaan. Maar het moet uiteindelijk weer terug naar PSV, terug naar Eindhoven, waar hij nog een contract heeft tot 2013. Hoewel hij nu volledig geconcentreerd is op Willem II en de degradatiestijd, blijft die PSV op de voet volgen. Nou ja, je blijft natuurlijk wekelijks volgen, omdat je ook benieuwd bent hoe ze het gaan doen. En ik had eigenlijk verwacht voor de winterstop van, die worden ongeslagen kampioen en gaan ver in Europa League komen. En ja, dan valt het toch een beetje tegen. Zijn er toch wat tegenvallende resultaten. En dat vind ik dan jammer om te zien. En alleen je ziet wel afgelopen weekend weer, dat is eigenlijk wel typisch PSV. Zonder al te goed te spelen maken ze 4 goals en winnen ze eigenlijk vrij eenvoudig. In een uitwedstrijd wat dit seizoen toch best moeilijk is. Heb je er een verklaring voor? Of wat is jouw visie op het dipje dat PSV hopelijk gehad heeft? Nou, dat weet ik niet. Dat is altijd moeilijk te verklaren. De meeste ploegen krijgen daar in een seizoen wel last van dat het even wat minder gaat. En dan is het ook een portie geluk. Ik kan me wedstrijd herinneren ook tegen Sparta dat ze eigenlijk veel beter waren. Maar toch de winst weggeven in de laatste minuut. Ja, dan zit het allemaal even niet mee. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel jammer dat het zo is gelopen. En ik gun ze alsnog het kampioenschap alleen. Aanstaande zondag even niet. Want je moet zakelijk en privé gescheiden kunnen houden. De laatste weken is er een discussie of verhuurde spelers wel tegen hun eigenlijke broodheer mogen spelen. Stef Nijland snapt het wel, maar is het er niet mee eens. En wie weet zou die zondag ook wel scoren als het moet. Let op voor Isaacson, penalties rustig rechts van de keeper in de hoek. Voor mij is het natuurlijk ook wel een dubbel gevoel dat je tegen je ouders en huidige werkgever speelt. Alleen Willem II die huurt mij voor een hele periode en niet voor wedstrijden tegen PSV dat ik dan niet opgesteld mag worden. Dus ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. En het is ook nog zo, kijk, Ajax die verhuurt spelers om beter te worden. En je wordt beter van de grote wedstrijden, dus de wedstrijden tegen Ajax. En ik word beter van wedstrijden tegen PSV en dat soort ploegen. Dus dan zou het raar zijn als je dan niet opgesteld mag worden. Maar brengt het je ook een beetje in dubio? 90ste minuut, 1-1. Ja, hij kan erin. Maar ja, volgend jaar zit je mogelijk weer bij PSV. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Alleen ik denk dat je vol in de wedstrijd zit, dat je daar niet bij stilstaat. En kijk, ik kan het ook niet verkopen aan Willem II om minder mijn best te doen of om iets te laten lopen omdat ik volgend jaar weer bij PSV speel. Dus zo zit ik ook niet in elkaar. Nou ja, we hebben het al over het volgende seizoen. Er verschijnt van alles in de pers dat je volgend jaar in ieder geval weer terugkomt. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gelezen. Ik heb daar verder nog niet over gesproken met de trainer. Maar ik heb inderdaad gelezen dat de bedoeling is dat ik terugkeer. Maar dat was ook de intentie in de winterstop dat het voor een aantal maanden was en om vervolgens in de zomer weer terug te keren. Ja, maar er staat er ook bij, Stef krijgt volgend seizoen zijn kans. Maar daar is dus inhoudelijk nog niet zo in die mate over gesproken. Nee, niet echt. Nee, ik denk dat de komende weken toch wel zal gebeuren. Want het is wel, wel prettig om, we hebben wel contact gehouden, maar het is ook prettig om nu even te horen hoe het ervoor staat en richting volgend seizoen toe. Dus dat zal niet lang duren voordat het besproken wordt. En dat is ook jouw wens? Ja, absoluut. Ik ben hierheen gegaan voor een tijd, dat was een tijdelijke oplossing. En ik moest naar voetbal toe komen. Dat is me hier gelukt en nu wil ik weer terugkeren. En dus hopen we Stef Nijland volgend seizoen weer te zien. Zoals in die ene wedstrijd tegen Heerenveen. Stilistisch scorend.